Ik zing niet een hele avond. Nee, dat doe ik niet. Nee, nee. Maar het was wel donker. Want ja, dat ben zo gek zijn, ja, dat weet ik. Ja, nee. Nee, maar sommigen die doen dat. Ja. Bij die mensen doen dat. Die komt vroeger om 10 uur, gaat om 1 uur pas lunch. En dan zingen ze 2 keer. Adios Amor van José Serra, haar nieuwe plaat, haar nieuwe single. Net uit en staat overal al hoog genoteerd, wordt overal gedraaid, zo links en rechts. Goed, José, we gaan hem stoppen met dit gesprek. Nou, ik vond het hartstikke gezellig. We moeten zo meteen naar het nieuws toe. Ja. Ik wens jou natuurlijk heel veel leuk en heel veel leuk. Dankjewel. Ik ben benieuwd wat de luisteraars vinden van het nummer, dus dan mogen ze laten weten bij jou. Mogen ze laten weten? Ja. Ze kunnen weer stemmen voor de Nederlandstalige 100 voor 2017. Ja, leuk. Dankjewel, Ad. Ik dank jou voor jouw komst. Je krijgt natuurlijk weer een hele leuke bos bloemen mee van onze... Altijd mooi. Onze, ja, hoe moet ik dat zo met een... Gastvrouw. Ja, gastvrouw. Ja. En het was hier heel gastvrij. Lekkere koek, lekkere koffie. Dank jullie wel allemaal. Graag gedaan. Wij wensen Nicole natuurlijk de werkzaamheden weer om de bloemen uit te delen. En José natuurlijk weer een heel leuk weekend. En tot de volgende keer met de nieuwe plaat die gaat komen. Dankjewel, tot de volgende keer. Dankjewel José. En wij gaan naar het nieuws toe over een goede minuut. En dan zijn we zo meteen weer terug met de volgende mensen die nog een gesprekje doen. Gina en Aaron Dijsselbloem. En natuurlijk Henry van Wijmeren. Want die heeft natuurlijk ook nog het een en ander op zijn kerfstok. Zo meteen na het nieuws. Het derde deel van Zaterdag Matinee. Kijk eens.